Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze mooie koolsjaal kunt maken. Ik heb die van één bol wol gehaakt. Hier zo in het midden is die aan elkaar gehaakt. En zoals je kunt zien heeft deze bol wol een heel mooi kleurverloop gehad. Deze sjaal is 140 centimeter lang, dus je kan hem in principe twee keer om je hoofd wikkelen. En ik heb hem op een hele makkelijke manier met een heel mooi patroon gehaakt. Dit patroon is gemaakt met vasten en stokjes. En hoe ik dat gedaan heb, ga ik je in deze video natuurlijk allemaal laten zien. Dit is de wol die ik gebruikt heb. En zoals gezegd heb ik de hele bol wol gebruikt. Het is van Lion Brand. Dit is de Scarfy wol. Vind ik een hele grappige naam. En die is dus echt bedoeld om sjaals van te maken, zoals de naam al een beetje verraadt. Dit is kleur mintgrijs. Even kijken, ja, hier staat dan mint zilver. Zilver, grijs. Komt op hetzelfde neer in dit geval. Ik neem een 6-puntsnaald en dit is dan 150 gram. Dat is 285 meter. En het is wol van 78% acryl en 22% wol. Dus lekker warm voor in de winter. Nu eerst even het beginnetje gaan vinden. Even kijken waar die zit. Nou, dat duurt even. Ik ga nu beginnen. Ik zet een aantal los op en dat aantal moet oneven zijn. Ik ga niet meten hoe lang het wordt. Ik begin met 21 lossen. Zo. Er zijn dus 21 lossen, dan vind ik dat hij een mooie breedte heeft. Ik neem 1 losse voor de hoogte. En dan ga ik terughaken in vaste. En dat is de 21ste vaste. Dan is de basis van onze sjaal al klaar. Dan neem ik weer een losse voor de hoogte. Ik draai de bol om. En hier in deze eerste steek ik in om een vaste te haken. En daarna steek ik op dezelfde plek in om een stokje te haken. Nu sla ik er 1 over. Dan steek ik daarin. En daar wordt een vaste in gehaakt. En in dezelfde komt ook nog een stokje. Ik heb er dan 3 op de naald. Ik haal hem door 2 en weer door 2. Dan sla ik er weer 1 over. Ik steek daarin. Ik haak een vaste en een stokje in hetzelfde insteekpunt. Weer 1 overslaan. Insteken voor een vaste en daarna een stokje. En dat helemaal tot ik weer terug ben. Steeds 1 overslaan en dan een vaste en een stokje. Zo, dat was de eerste rij. Hier begin je het patroon al een beetje te zien. Zo, dan komt er weer een losse voor de hoogte. Ik draai alles weer om. En nu ga ik terughaken. En ik ga steeds waar een vast is gehaakt insteken. Dus dat stukje sla ik over. En die vaste die kun je herkennen doordat ze ietsjes kleiner zijn dan de stokjes. Dus in de vaste wordt ingestoken. En als ik daarin steek, haak ik een vaste en een stokje. De grote sla ik over, ik steek in, haak een vaste en haak in datzelfde punt een stokje. Grote overslaan, hier insteken voor een vaste en op hetzelfde plekje insteken voor een stokje. Weer 1 overslaan. En zo gaat het dus steeds verder tot ik weer helemaal terug ben. Dan ben ik weer helemaal aan het einde.
En we nemen weer een losse voor de hoogte. Draaien weer om. En opnieuw steken we in de kleine in voor een vaste. En op hetzelfde insteekplekje komt een stokje erachteraan. Dan slaan we de grote over, steken in voor een vaste en steken op dezelfde plek in voor een stokje. En hier zie je ook dat de kleur al langzaam een klein beetje begint te veranderen. Aan het begin hadden we vooral grijs of zilver. En nu komt langzaam de mintkleur er al een beetje in. En uiteindelijk eindigt het weer met grijs. Dus ik ben benieuwd naar het kleurverloop, hoe dat eruit gaat zien terwijl ik verder haak. Maar het patroon blijft de hele tijd hetzelfde. Dus zo haak ik nog een heel stuk verder. Dat doe ik met de heleboel wol totdat de wol op is. Zo, de sjaal is nu bijna klaar zoals je kunt zien. Dit is alle wol die ik nog over heb, dus daar kan ik geen volledige rij meer mee maken. Het wordt tijd om hem aan elkaar te haken. Hier kun je heel mooi het kleurverloop zien tussen grijs en mint. En het wordt tijd om deze sjaal te sluiten. Ik heb hier 140 centimeter aan sjaal en dat komt aan elkaar vast te zitten. Dus je kunt hem twee keer om je nek doen. Ik heb nog even een losse gehaakt. En dan zonder dat het spul verdraait, komt het zo op elkaar te liggen. Even de draad zo. Het ligt op elkaar. Ik steek hem in de andere kant zo ook in. En daar haal ik de draad door. En de draad haal ik door dat kleine lusje waar je hem als tweede doorheen zou gaan. Dus ik steek hem nu in de volgende in. Het is in het begin een beetje gepriegel. Zo. Maar dat gaat langzaamaan beter. In de volgende weer insteken. De draad daar doorheen trekken. Er doorheen. Draad er doorheen halen. En zo helemaal tot het einde. En nu zijn we al bijna klaar. Zo, de laatste twee zitten aan elkaar. Eventjes de draad alvast wat korter maken. Zoveel heb ik niet nodig. Ik trek hem er doorheen. En dan trek ik hem helemaal zo los. Ik trek hem wel even goed stevig aan. En dan kan je het begindraadje en dat laatste restje zo aan elkaar vastknopen. En dan zit dat in ieder geval goed stevig vast. En dan is de sjaal al klaar. Het past zo perfect aan elkaar. Ook met het kleurverloop komt het hier heel mooi uit. Je ziet wel waar het aan elkaar vast is gemaakt. Maar als je hem twee keer om je nek hebt, dan valt dat totaal niet meer op. Het kleurverloop is in ieder geval heel mooi geworden met steeds mint zo ertussendoor. En het enige wat nog eventjes mooi weggewerkt moet worden zijn die twee draadjes die aan elkaar vast zijn geknoopt. Ik hoop in ieder geval dat je deze sjaal net zo mooi vindt als ik en dat je deze video leuk vond. Als dat zo is, laat me dat weten door me een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. Ik hoop ook dat je je abonneert op dit kanaal en dan op het klokje naast de abonneren knop drukt. Dan mis je nooit meer een video van ons en zie ik je in de volgende video weer. Dus hopelijk tot dan en dag!